zit je aan de Bekoer. 1-4 overwinning, vorige week 11-0. Het gaat lekker. Ja, het gaat goed. Ja. We drukken goed door en dit ligt ons. Eigenlijk, afgezien van de beginfase, kom ik zo even op terug, geen veldje aan de lucht. Nee, op een gegeven moment hebben we het middenveld weer onder controle. Dus dan loopt het gewoon weer als gegoten. Maar ja, goed, dan moet ik toch natuurlijk even naar het begin van de wedstrijd. Loop je dan met het hoofd in de wolken naar aanleiding van die 11-0 zege van vorige week? Want ja, het was wel heel slordig de manier waarop jullie dat doelpunt weggaat. Die bal die wordt geloof ik voorgegeven, wordt niet goed weggewerkt. En op een gegeven moment kreeg een van hun, die kreeg hem voor de voeten en die ligt erin. En gelukkig maken wij daar vrij snel de 1-0 op. Maar daarvoor is nog geen paniek, hè? Want hetzelfde geldt voor 2-0. Ja, gelukkig wel dat Slot en dat ons weten nog goed doen. Maar op een gegeven moment beginnen we te voetballen en dan hebben we het middenveld onder controle. Dan wordt het eigenlijk al snel 1-1. Ik zei het net in John Kikker, het bijna identieke doelpunt, hè? Want jullie geven het weg, maar zij ook. Gelukkig wel, ja. Ik kon er nog net voorkomen. Die man die nam hem niet goed aan. En ja, hij gaat er gewoon direct in. Dus. Maar ik denk dat dit wel een punt is wat jullie even meenemen. Ook naar de komende weken. Want ja, nu loopt het goed af. Maar voor hetzelfde geld loop je daarna tegen de muur op, hè? Ja, dat is, elke wedstrijd moet je nou presteren. Iedereen is aan elkaar gewaagd. Dus aan de ene kant is het supergoed. Maar zoals ik net heb begrepen, hebben we vandaag een hele goede stap gemaakt. Dus. En dan toch, ook vlak voor rust, toch even weer de klasse van Gudel, hè? Ja, zeker. En een prachtig doelpunt was dat. De onderkantje lat, die zat er lekker in. Gaan jullie de kleedkamer in? Ik neem aan dat je dan verwacht dat het Hollandse veld gaat erop klitsen, de tweede helft. Dat hadden wij ook verwacht. De rest van ons gezegd van, let op, ze gaan er nu dadelijk volop. Dus wees geconcentreerd. Minimaal de eerste 10 minuten, een kwartier goed doorkomen. En dan kun je zelf weer lekker gaan voetballen. Na dat kwartier had je denk ik ook wel de indruk van, dit gaat niet meer fout. Ja, dat indruk had ik in het veld in ieder geval wel. Even naar jezelf. Tweede jeugd bezig? Nee, het loopt weer lekker. Dus dan gaat het automatisch lekker. Nou, toch een beetje zacht uitgedrukt. Wat is het vergelijk met, als je ziet welke groei je dit seizoen doormaakt. Is dan de aanvallende positie ook iets wat jou misschien nog wel beter ligt nu? Ja, dat weet ik niet. Ik heb altijd wel wat dat ik vooruit wil voetballen. En ja, nu gaat het goed. Dus ik hoop dat het zo doorgaat. Zo zie je maar weer dat dingen die uit nood geboren worden soms een succes kunnen worden. Ja, dat blijkt wel weer. Nou, 2 doelpuntjes, dus dat gaat wel leuk. Ja. Nou goed, uitstekende zaken gedaan vandaag. Jij draait gewoon bovenin mee eigenlijk, hè? Ja, ik geloof dat ze nou in de top 3 staan. Dus, maar nu moet je dus telkens laten zien. We moeten het elke keer al laten zien. En dan moeten we dit vasthouden. Wat dat betreft een beetje vergelijkbaar met vorig seizoen. Hè? In het begin verloren jullie toen veel punten, nu weer. Uiteindelijk kwamen jullie toen een punt tekort. Het zou je toch niet weer gebeuren nu, hè? Nou, als wij gewoon top 3 doen, dan doen we het netjes. Maar wie weet waar we eindigen. In ieder geval, lekkere derby. Of was het toch niet echt het derbygevoel vandaag? Niet zoals normaal, maar je wilt gewoon winnen. Dus dat hebben we gelukkig gedaan. Dus.